laatste vraag nog. En dat is misschien een mysterie wat bij veel mensen nog speelt. Dat is elke keer de kleur van de nieuwe serie. Wat gaat het worden de volgende keer? En hoe komen we erachter wat de kleur wordt? Ja, dat, in het begin was het een soort... wanneer was het? 1998, 1999. Was het een soort groen-grijs kleur. Die was, herinner ik me, door de uitgever bepaald. Maar ja, op een gegeven ogenblik wordt het je eigen product en zeg je tegen de uitgever, ik wil die kleur kiezen. Je moet duidelijk een andere kleur kiezen, want je kunt ook die kleur blijven voortzetten. Nou, toen zijn er 2 of 3 verschillende kleuren geweest. Dit was de 4e druk. Ik noem dit blauw, maar ik begreep van jou dat het paars is, want ik ben gedeeltelijk kleurenblind. Toen werd het deze kleur. Ja, waarom? Nou, de uitgever zegt, omdat ik dat vroeg, er moet weer een andere kleur komen, zodat mensen zien als ze naar de kast lopen, nee, dit is de oude druk, hier pak je de nieuwe delen. Dan worden er 2 of 3 voorstellen gestuurd op mijn laptop, met prachtige kleuren. En dan loop ik hier vanuit mijn souterrain, waar mijn kantoor is, naar de woonkamer en dan zeg ik tegen mijn geliefde vrouw Ingrid, welke kleur zou jij kiezen? Nou, die, dus, ja. Tegenwoordig is de mode, neem die. Dan geef ik dat, dus dwingend recht natuurlijk, geef ik dat door aan de uitgever. En zo geschieden. Dus ik ben reuze benieuwd wat de hoofdredactie voor kleur zal kiezen voor de 6e druk. By the way, als er nog hardcopy boeken zullen worden gedrukt. Omdat iedereen, 90% geloof ik, kijkt in die databases. Dus waarom zou een uitgever nog die druk verzorgen? Vaak is dat, en ik hou daarvan, vanity publishing. Je wil het graag aan je schoonmoeder laten zien. Kijk eens, ik heb een mooi boek geschreven. Je gaat niet naar je schoonmoeder en zegt, ik heb een computertekst geschreven. Dus de intermenselijke verhoudingen vereisen soms ook dat je iets kunt beetpakken en aanraken, of dat je schoonmoeder zegt, bij wijze van spreken, oh leuk, hè? En nu? Nou Bob, dank. Dan is 1 mysterie is voor nu opgelost. Dank voor je tijd. Leuk om te horen hoe de serie tot stand is gekomen. Dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk om te doen.